Regioplan doet samen met Open Embassy, met subsidie van het Instituut GAK, onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van Oekraïense vluchtelingen. We weten dat de arbeidsmarktparticipatie van Oekraïnse vluchtelingen relatief hoog is. Op dit moment is 46% van de Oekraïnse vluchtelingen aan het werk. Dit biedt kansen deze arbeidsmarktintegratie van Oekraïnse vluchtelingen, om te leren over wat wel en niet werkt in de arbeidsmarktintegratie, ook van andere soorten vluchtelingen. In het onderzoek willen we zicht bieden op knelpunten en op succesfactoren in de arbeidsmarktintegratie van Oekraïnse vluchtelingen. Uiteindelijk ook lessen opleveren over wat wel en niet werkt voor andere groepen vluchtelingen. In dit onderzoek doen we een desk research. We kijken naar kenmerken van Oekraïnse vluchtelingen die aan het werk zijn. En we voeren gesprekken met Oekraïnse vluchtelingen, met professionals, werkgevers en lokale beleidsmakers. Dit onderzoek moet kennis opleveren. Over de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland. Het moet aanknopings kunnen bieden voor het aanpassen van wet en regelgeving, handvatten voor werkgevers kunnen opleveren en uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de participatie van verschillende groepen vluchtelingen in Nederland en daarmee ook het tegengaan van de arbeidsmarktkrapte.